Wat is wat jou betreft echt de toekomst van überhaupt marketing in general? Waar gaan we heen? Ik geloof er heel erg in dat de ervaring en het product wat je zelf biedt, dat is je marketing. Want daarmee creëer je promotors en creëer je mensen die over jou gaan vertellen. Dat geldt voor ons als Greets nog veel meer. Want ons product gaat naar een ander. Ik heb net verteld dat wij vorig jaar 5 miljoen mensen hebben blij gemaakt. 5 miljoen keer iemand verrast met een verrassing van Greets. Dat is 5 miljoen keer een Greets envelop, een Greets doos, een Greets product. Ik betaal jullie marketing. En dat in feite betaal jij. Dat vind ik helemaal niet erg, maar dat is natuurlijk een briljant businessmodel. Ja, en je maakt er ook nog eens een keer heel erg iemand blij mee. Ja. Dus je product zelf is je marketing. En dat moet gewoon heel erg goed kloppen. Dan moet je mensen eigenlijk positief verrassen. En dat is zowel in de basis, hè, dus de hygiëne, de kwaliteit. Maar ook in extra opties. Dezelfde dag besteld, dezelfde dag bezorgd. Is ook zo'n manier van marketing voor je eigen productbedrijven. E-mail marketing, dood of springlevend? Springlevend. Want? Ik kijk naar mijn cijfers en dan zie ik dat het springlevend is. We staan wel met z'n allen voor de uitdaging om daar veel relevanter te worden. En als je man is formuleert, bulk e-mail dood of springlevend? Nou, dan is mijn antwoord dood. Als je zegt, nou, sluit aan met e-mail op gedrag. We zitten allemaal op een berg aan data. Van transactiegedrag tot big data, van extern naar binnen getrokken. Totdat mensen bij ons gewoon in de kalender opslaan, waar we het net over hadden. Nou, daar kun je heel veel rijkheid in aanbieden. Nee, ik hoef jou niet te vermoeien met een e-mail over een verjaardagskaart. In een maand waarin jij geen enkele jarige in je omgeving hebt. Maar als ik zorg dat ik die data wel heb, waar dan ook vandaan. Dan kan ik veel relevanter worden en ben je ook blij met me. Daar is e-mail nog steeds hartstikke springlevend.